Dus Montag, Brand, is dan een van die figuren die dan eigenlijk tot bezinning komt. En conflict komt met zichzelf. Dus in feite kunnen we die ook een beetje zien als Montag. Maar sowieso, alle figuren, Clarisse, Brand, Oscar en Jonas, het zijn er nog twee, sowieso ga ik altijd voor mijn personages uit van mensen die ik persoonlijk ken. Dus ofwel dezelfde, ofwel biografisch gegeven, ofwel bepaalde karaktertrekken, psychologische portretten van figuren in mijn omgeving. Er zijn bepaalde dingen die mij raken of die mij toch wel opvallen. En dan probeer ik dat eigenlijk in een sculptuur te plaatsen. Dus ik tracht eigenlijk een soort van gemoedstoestand weer te geven in de sculptuur. En daardoor zaken te gaan veranderen. In het geval met Brand is het dus duidelijk dat het is een houten hoofd. Het figuur zelf is in brons, gepatineerd brons. Het hoofd is in hout, is beschilderd in dezelfde patines als het lichaam, maar het is ook verbrand. Het hoofd is duidelijk deels verbrand en het is met dat hoofd dat er een spoor wordt getrokken op de muur. Dus het kind probeert duidelijk iets te vergeten, maar tegelijkertijd laat hij wel een zeer donker spoor na. Het is ook duidelijk een psychologisch mentaal spoor dat achtergelaten wordt. Dus straks ga ik dat spoor vastzetten op de muur. Ik ga de volledige lengte denk ik gebruiken van de muur. Ik ga die dan ook fixeren. En het is dus met het eigen hoofd van Brand dat ook dat brandspoor zal gemaakt worden. Ja, als ik kunt zeggen, de rode draad doorheen mijn werk is absoluut het proberen vatten van de psyche. Proberen het emotionele, wat mensen drijft, dat proberen te weer te geven in een sculptuur. Nu waren dat echt alleenstaande figuren. Het werk dat ik gemaakt heb voor mijn volgende tentoonstelling gaat meer in interactie. Het is meer een sociale soort maatschappij. Dat verschillende figuren in interactie gaan met elkaar.